een speciale bijeenkomst vandaag in Biddinghuizen met de modelbouw onder zeeboten. Voor het eerst sinds corona wordt deze dag weer gehouden, dus konden deze duikboten weer eens goed worden afgespoeld. Nou, dit is een model van de eerste Nederlandse onderzeeboot uit 1905. Een schip is heel leuk, maar die vaart dus of naar links of naar rechts. En that's it. En als je een extra dimensie wil hebben, dan zul je over moeten stappen in de duikboten. Want die kunnen ook naar boven en naar beneden. En dat is vele malen leuker. Elektronica, het is mechanica, het is verlijmen, spuiten, schilderen, wedderen. Ja, alle mogelijkheden van de modelbouwhobby die je maar kan bedenken zitten in zo'n boot. Hebt u er vandaag ook eentje bij u? Ik heb er daarachter eentje staan. Maar die is stuk. 22 deelnemers komen naar Biddinghuizen toe. De enige plek in Nederland waar, naar eigen zeggen, zo'n bijeenkomst wordt gehouden. Dat is voor mensen uit binnen- en buitenland. Hameln in Noord-Duitsland, dat ligt in de nähe van Hannover. Da wir keine deutschen Boote bauen wollten, weil alle bauen die, sie sind langweilig, sie fahren schlecht. Und wir große Schweden-Fans sind und uns am Anfang unseres Bauens in dieses Boot mit der 1 verliebt haben. How many submarines do you own? 7 we have. Important thing is to drive for meetings and talk with other people who build submarines, but also with visitors. They are interested what you have done, and that's the third part of a hobby. Raakt u hem dan niet kwijt onder water? Ja, dat is altijd de angst die je hebt. Dat is ook een deel van de lol, is dat er toch altijd een zekere spanning zit van hier kan die onder die steiger terechtkomen, of hij kan in de modder komen, of hij kan een lek inkomen. Dat is ook een beetje een deel van de spanning daarvan. Ja. Dat gevoel, als we hier zo naar kijken. Nou, voornamelijk de techniek. Ik ben ook begonnen met oppervlakteboten, helikopters, autootjes. En dit is natuurlijk de uitdaging om het allemaal werken te krijgen. De meeste jongeren worden niet gelijk getrokken naar duikboten natuurlijk. Die willen een snelle boot hebben en daarmee varen. Dit is zoveel meer. Alleen je moet het leren kennen. Ja. Raadt het iedereen aan? Oh, absoluut. En mocht het toch nog even niet goed gaan, dan is er gelukkig altijd nog een gewoon bootje.